بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بس مازو هوكو باش تختي نجيبة. سوشي لي بيتا بينك أب عمرة فور مزالف. بخننت إم مدينة. الحمد لله عندك إن مسجد حرم مع الكعبة ما يستقلك أرضة. Beste broeders en zusters, ik wil jullie vertellen, inshallah, dat ik zakat heb meegenomen en algemene donaties. Waarom heb ik die meegenomen? Die heb ik meegenomen, beste broeders en zusters, omdat er broeders in Medina studeren. En deze broeders bestaan onder ook heel veel bekeerlingen. En deze broeders hebben heel veel gezinnen. De armoede is hier heel hoog. Waardoor echt sommige broeders soms dagenlang moeten leven van alleen maar water en dadels. Deze broeders hebben voorzien, alhamdulillah, dankzij jullie zakat, algemene sadaqa, heb ik een totale bedrag van 3000 euro verdeeld onder de broeders. Beste mensen, de broeders hebben Nederland verlaten om hier kennis op te doen. Ze hebben hun familieleden achtergelaten. Als eerste omwille van Allah subhanahu wa ta'ala. Het tweede is om voor hunzelf talab al-ilm te doen. En natuurlijk het derde is om straks onze kinderen ook kennis door te geven. En daarom vind ik het belangrijk, beste broeders en zusters, dat we deze broeders ook moeten helpen. Want hier hebben ze het ook ontzettend zwaar. De broeders doen de beklag. Niet bij de andere broeders. Ze schamen zich daarvoor. Maar ik weet dat er een broeder hier jarenlang heeft gestudeerd en mij dat persoonlijk heeft verteld. Die heeft mij verteld, Barak Lovik, kan jij met de stichting helpen om deze broeders bij te staan? En ik heb meteen ja gezegd. En alhamdulillah, dankzij jullie donaties en zakat heb ik deze broeders voorzien. Wegens privacy, beste broeders en zusters, wouden de broeders niet op beeld. En dat respecteer ik, want natuurlijk willen ze niet herkenbaar op beeld. Ik vraag natuurlijk Allah subhanahu wa ta'ala als eerste om het van ons allemaal te accepteren. Ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala om ons rijkelijk te belonen. Ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala om deze broeders bij te staan en hun te beschermen en hun rijkelijk te belonen. Allahumma amin. Barakallahu. Ik zou zeggen, blijf Stichting Najiba volgen, want we zullen inshallah naar Marokko afreizen, naar het Atlasgebergte, om daar tekens uit te delen aan de armen. Mubarak, geloof ik hem nogmaals. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.